Hey allemaal, Edit Pamela hier. Ik was weer eens mijn beginbeelden kwijt van mijn vlog. Ik weet niet waar ik het elke keer heen gooi, maar ik ben mijn opening van de vlog weer kwijt. Dus bij deze open ik het eventjes zo. Vorige week was er geen weekvlog online gekomen. Sorry daarvoor, ik was iets te veel in de chill mood. En ik heb gewoon met mezelf afgesproken dat ik upload als ik er zelf zin in heb. En niet te veel ga stressen daarom. Maar ik wil toch even sorry zeggen, want natuurlijk wil ik het liefst gewoon elke week uploaden. Maar goed, ik ben er vandaag weer met een nieuwe vlog en ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Dus laten we snel doorgaan naar dinsdag. Yay! Oké, jongens. I'm so excited! Mijn Gymshark pakketje is er. En ik ben echt fucking blij en ik ga het nu passen. En ik ben daar wel een beetje zenuwachtig voor. Want ik zat heel erg te twijfelen of ik een S of een M moest nemen. En ik ben voor een S gegaan. Ik heb een heel klein beetje een voorgevoel dat het te klein gaat zijn. Oké, even mijn first look. Ik ben ook altijd de dood dat het niet gaat passen. Maar hij stretcht wel, dus op zich moet het lukken. Voor de mensen die het willen weten, ik heb de Vital Seamless besteld. Dat is een van hun populairste. Nou, ik ga me erin hijsen. Ik ben erg benieuwd. Dit is een confidence boost hoor. Hij past. Ik ga zo meteen even goed laten zien hoor. Maar dit is even mijn eerste reactie voor jullie. I love it. Oké, nu ga ik even de top proberen. Ik denk echt dat die niet gaat passen. Maar ik heb gewoon best wel dikke armen en zo. Maar let's go. Dit is de top. Het is echt een crop top. Dus ja. Maar wat ik er zo chill aan vind is dat er hier van die gaten ook in zitten. Waar je handen doorheen gaan. Ik hou gewoon van dit soort topjes. Het is wel heel dun. I love that. Ik heb hem aan. Maar deze moet echt een maatje groter. Want dit is niet chill. Ik ga nu even goed in de spiegel laten zien. Want jullie hebben genoeg van mijn eerste reactie gezien. Nou, dit is de set. Oh, mijn spiegel is zo goor. Oh, dat kan echt niet. Maar oké, die vlek daar. Oh, wel erg. Ja, dit is dus de set. Ja, kijk, de top, hij past. Maar hij zit gewoon niet lekker bij mijn armen. Ik ga hem wel vanavond nog even een keertje aantrekken als ik niet zo warm ben. En want ik plak nu ook gewoon heel erg. Maar ik denk dat ik dit beter een maatje groter kan doen. Dan zit het beter. Maar de legging zit eigenlijk echt perfect. Ja, die zit eigenlijk echt top. Dus die hou ik gewoon in deze maat. En I love it. Gewoon ook dat hij zo high-waist is. Ja, dat is gewoon helemaal mijn ding. Daar word ik gewoon helemaal blij van. En dit zit echt zo lekker. En ook qua lengte is hij eigenlijk helemaal top. Ik krijg ook wel mooie billen in. Ja, ik ben er erg blij mee. Ik moet heel veel snel mijn tijd doden. Ik heb zometeen opnames voor Stage at Home. Misschien dat jullie het op Instagram voorbij hebben zien komen. Maar dat wordt een online show. Gepresenteerd door Elindo Avastia. Als ik het goed zeg. Daarom ben ik onder andere te zien. Maar ook allemaal andere musicalsterren zoals Tony Neef. Allemaal andere musicalsterren. Ik ben geen musicalster. Maar ik studeer musical. Dus vandaar dat ze me gevraagd hebben. Ja, wie er ook aan meedoen. Tony Neef. April Darby. René van Koten. Lucy Jones van Waitress uit Londen. Echt heel sick. En zo zijn er nog heel veel. En ik ben ook gevraagd om mee te doen. En dat is om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Dit komt nu aankomende zaterdag online op YouTube en op Facebook. Waarschijnlijk kunnen jullie het wel terugkijken. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus ik zet sowieso het linkje hier beneden. Maar daar heb ik zo meteen opnames voor. En ik ben dus nu aan het wachten tot ze me bellen. Ik hou daar niet van. Ik hou niet van wachten. Daar word ik gewoon een beetje gespannen van. Het voelt gewoon gek of zo. Ik ben maar een student, denk ik dan. En dan sta ik zo tussen zo'n rijtje met echt super grote musical namen. Dan vind ik het gewoon zo bizar dat ze mij dan hiervoor hebben gevraagd. Ik voel me dan bijna bezwaard of zo. Maar het is natuurlijk super leuk. We gaan het zo meteen zien. Ik vind het helemaal leuk. Dus ik ga nu achter mijn laptop, want we gaan denk ik zo meteen beginnen. Dus dan doe ik even snel de camera weg. Bye! Nou, het is inmiddels avond. Ik film even in de spiegel. Ja, ik heb mijn Gymshark shirt weer aan. Maar het interview was echt super leuk. Dat wilde ik nog even zeggen. Maar goed, dat zien jullie allemaal voorbij komen. Nogmaals, ik zet het linkje in de beschrijving. Dus mocht je het willen zien, ga dan zeker even kijken. Het was echt super leuk. Dus ik denk dat de aflevering ook wel, of dat de opname wel heel erg leuk is geworden. Oké, ik heb dus toch een andere beslissing gemaakt. Ik zei dat ik deze niet wilde houden, omdat ik hem liever een maat groter wilde. Maar na alles een beetje, ja,
Ik heb hem zeg maar helemaal even geanalyseerd met mijn moeder. Ik ben toch wel erachter dat hij eigenlijk gewoon wel prima zit. Ik kan alles doen. Ik kan alles bewegen. Niks knelt, echt. Uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat ik het gewoon kan houden. En ik wilde gewoon het hele setje. Ik heb hem nu ook al de hele avond aan. Het zit eigenlijk gewoon heel lekker. Maar ik moet gewoon heel erg wennen aan dat het zo kort is. Maar ja, dat hoort zo. Dit zit zo lekker. Echt, I can't. Mocht je nog twijfelen of je dit wil hebben. Mocht je het überhaupt nog niet kennen. Check it out. Gymshark.com. Is niet gesponsord. Ik heb het echt zelf betaald met mijn eigen geld. Dat wilde ik nog wel even zeggen. Ja, geweldig. Het zit echt super lekker. Ik ben vandaag echt het toppunt geweest van slechte YouTuber. Ten eerste moest ik vandaag een weekvlog editen. En online zetten heb ik niet gedaan. En ik dacht echt dat ik dat nu ook vanavond zou doen. Maar dat ga ik ook niet doen. Dus dat betekent dat ik daar morgen echt aan moet zitten. Zodat ik hem hopelijk vrijdag online kan zetten. En ik heb vandaag dus ook niks gevlogd. Echt heel dom. Maar ik heb vandaag heel erg lang in de zon gelegen. Het was echt... Nou, het voelde echt als 40 graden buiten. Dus dat was eigenlijk echt niet te doen. Maar toch heb ik het gedaan. Ik heb even mijn springtouw challenge gedaan weer. Dat doe ik nu. Ik doe dus een springtouw challenge. Ik zal hem hier even in beeld zetten. Die doe ik dus. En ja, dat doe ik eigenlijk omdat ik toch iets wil doen op een dag aan sport. Maar ik moet zeggen... Ik krijg nu steeds meer motivatie om wel dingen te gaan doen. Workouts te gaan doen en dat soort dingen. Ik ben gewoon alleen heel erg op zoek naar het juiste ja, patroon voor mij. Want ik wil wel echt bewegen. Want let me tell you, ik zit de hele dag op mijn aars. Ik doe echt helemaal niks anders. Dus ik moet gewoon iets doen. Want anders word ik moddervet in deze quarantainetijd. Dus ik moet van mezelf gewoon wel sporten. En een beetje gewoon mijn conditie bijhouden en dat soort dingen. Dus ik doe nu die springtouw challenge. En dat vind ik wel heel erg... Ja, tot nu toe bevalt me goed. Ik ben pas 5 dagen bezig. Maar tot nu toe vind ik het wel heel erg leuk. En ik wil dan nu eigenlijk het liefst ook wel 3 keer in de week echt workouts gaan doen. Dus daar ben ik een beetje mee bezig. En ik ben ook heel erg bezig daarmee met... Ja, ik ben allemaal video's aan het kijken van allemaal meiden die... Weet je wel, fit girls zijn. Wat ik dus echt totaal niet ben. Maar dat helpt wel. Ook met eten. Gewoon een beetje inspiratie opdoen. Maar ja, weet je, dit is weer een fase waar ik doorheen ga. Over een tijdje heb ik er allemaal helemaal geen zin meer in. Weet ik nu al. Want ik ben gewoon geen sport. Ik ben gewoon geen sportmeid. Ik kan er allemaal touwtjes omheen winnen. Dat zeg je helemaal niet. Nou, in ieder geval. Ik ben gewoon geen sportmeid. Ik ben gewoon geen fit girl. Ik hou niet van sporten. Ik ga ook denk ik nooit echt een liefde krijgen voor sporten. Ik doe het. Maar ik doe het omdat het moet van mezelf. Nu heb ik net mijn huiswerk gedaan. Het is weer tijd om Sims te spelen. Want die verslaving gaat ook vrolijk door. Ik ben mijn weekvlog aan het editen. En hij moest gisteren al geüpload worden. Ik merk gewoon heel erg dat ik de laatste tijd gewoon niet zo heel erg veel zin meer heb om mijn video's te editen. En dat is toch best vervelend eigenlijk, want ik wil wel video's uploaden, maar ik vind dat editen altijd zoveel werk. En ik loop maar de hele tijd naar mijn eigen kop te kijken. Ugh. Maar ik wil zo graag blijven uploaden. Ik ben nu dus, het is nu 10:50 en ik ben dus nu aan het editen. Maar dan denk ik, eigenlijk zit ik dan tijdens het editen de hele tijd in mijn hoofd. Ja, maar ik wil eigenlijk dit doen en dit doen en dit doen. En ik wil in de tuin zitten en ik wil... Ja, ik kan me er gewoon... Niet helemaal op focussen of zo. En dat is gewoon echt heel frustrerend. Nou, hallo allemaal. Het is vandaag vrijdag. En ik heb volgens mij de afgelopen dagen niet veel gevlogd. Maar ik weet niet. Ik was gewoon druk. Als in... druk. Dat is echt helemaal niet waar. Wat lul ik nou? Ik heb heel veel buiten gezeten in de zon. Wat ik zo meteen ook weer even lekker ga doen. En dan ga ik daar denk ik even aan school werken. En verder heb ik nog wat dingetjes afgemaakt. Er is een cover online gekomen van Soldaat van Oranje Als Wij Niets Doen met de klas. Misschien als deze video online staat heb ik die ook al op YouTube gedeeld. Dat ben ik nog wel van plan om te doen. Maar het kan ook zijn dat hij nu vlak hierna komt. Overigens ook terug te vinden op onze Instagram. @fontusmuziektheater2. En vandaag komt ook de cover van Bas, Martijn, Soraya en ik online. Van Unlikely Lovers uit Falsetto's. En daar heb ik ook echt heel veel zin in. Die komt vanmiddag online. Dus ja... Mega excited om dat te gaan delen. Ik ben er zo trots op. We hebben daar echt super hard aan gewerkt de afgelopen 2-3 weken. Ik ben gewoon heel erg excited om het te delen. Ja, echt can't wait. Zo, ja, ik weet niet. Het is gewoon zo bijzonder. Het zijn echt een van mijn beste vrienden. En om dan zo samen dit dan te maken, ondanks dat we niet bij elkaar zijn. Ja, heel fijn. Ik ben de afgelopen dagen ook echt bruin geworden. Ja, ik weet niet of jullie het per se zien, want ik ben altijd white, want ik ben gewoon white. Maar ja, je ziet het wel een beetje dat ik wel een lekker kleurtje heb gekregen. Dus ja, dat ga ik zo meteen weer doen. Hij is 75. Mama leeft ook nog. Hoi! Beeldbuiskinderen.
Hè, met haar vitale beroep. Ja. Ja, doet ze goed. Mijn moeder werkt gewoon nog. Nee, je hebt geen zwaar leven. Wel. Nee. Wel? Nee, is toch best leuk. En je verdient nog geld. Ook dat nog. Kan ik jou wat te eten geven? En een parasol. Nee, een paracetamol. Ja, we gaan morgen in ieder geval een Elke keer als ik parasol wil zeggen, zeg ik paracetamol. Nou, we gaan morgen dus een parasol kopen voor buiten. Omdat ik de hele dag in de zon zit. En ik moet ook een beetje schaduw hebben. Want anders kan ik geen schoolwerk doen in de zon. Dus dat gaan we morgen doen. Dus vandaar dat mijn moeder die opmerkingen maakt. Ik ben de afgelopen dagen weer lekker Harry Potter aan het kijken. En ik word daar echt heel erg blij van. Soms denk ik, ik moet eigenlijk ooit echt nog een keer de boeken lezen. Want ik voel me echt een hele slechte fan. Dat ik alleen de films heb gezien in mijn leven. Ik hou niet van lezen. Ik denk gewoon niet dat ik daar doorheen ga komen. Want het zijn echt zulke boeken. Ik kan het niet aan. Hey, hallo. Het is vandaag zondag. Ik ben, zoals jullie zien, weer op het kantoor van mijn vader. Ik heb weer even gestudeerd. Ik ben nu alweer klaar. Helemaal weer vergeten te vloggen. Maar goed. Ik ga zo meteen weer naar huis. Het is nu 2:30. En ik had zeg maar heel erg gehoopt dat het vandaag mooi weer zou zijn. En het is wel warm buiten, maar de zon is er gewoon niet echt. En ik baal daar heel erg van, want ik heb de afgelopen dagen heerlijk in de zon gelegen. En ik wilde dat vandaag ook nog doen, want morgen wordt het 9 graden en overmorgen ook. En dan heb ik met mezelf afgesproken dat ik echt aan school ga werken. Maar nu ben ik gewoon echt heel erg sad, omdat het zo slecht weer is. En ik had gewoon zo nog erop gehoopt dat ik vandaag nog lekker kon liggen. Ik weet niet, misschien dat het in de tuin wel lekker is bij ons. Dus ik heb lekker gestudeerd en het ging echt heel erg goed. Dus dat is super chill. En ja, nu ga ik zo meteen naar huis. Niks doen, want ik ga vandaag niet aan school. Want ik heb echt met mezelf afgesproken, morgen en overmorgen gaan we dat doen. Ik ga het ook alweer helemaal mis de afgelopen dagen. Echt fucking hate myself. Goed, in ieder geval, ik ga nu naar huis. Kunnen we trouwens ook heel even een momentje nemen voor hoe bruin ik ben geworden de afgelopen dagen. Elke keer als ik naar mezelf kijk, denk ik, wow, je bent zo bruin. Nou jongens, geloof het of niet, maar ik heb deze avond een workout gedaan, alweer. Ik had afgelopen 2 dagen niks gedaan, terwijl ik eigenlijk een springtouw challenge aan het doen ben. Want ja, ik moet van mezelf gewoon een beetje fit blijven en ik merk dat, ja, ik weet niet, ik begin heel langzaam begin ik het leuk te vinden om workouts te doen. Maar ik merk wel dat als ik eenmaal bezig ben, dat ik echt zoiets heb van, yeah, let's go, weet je wel. Ik heb vandaag weer mijn benen en mijn buikspieren gedaan. En touwtjes springen doe ik dus ook altijd, want het is echt super goed voor je. Goede cardio en is echt leuk om te doen. Ik moet ook gewoon eerlijk zeggen, ik heb gewoon de afgelopen tijd weer een beetje issues met mijn lichaam. Dat ik gewoon, als ik in de spiegel kijk, dat ik gewoon niet echt tevreden ben. Ik heb gewoon zoiets van, ja, ik kan er gewoon weer een beetje aan werken en dan voel ik me ook weer wat zelfverzekerder. Komt natuurlijk ook omdat ik nu gewoon, weet je, ik zie er niet elke dag fantastisch uit. Ik sta op en ik trek wel wat aan, maar het is niet dat ik nou denk, oh, I'm looking so good, you know. Ik doe ook bijna geen make-up meer op en dat soort dingen. Dus misschien dat het ook allemaal een beetje zo goed. En ik heb ook weer meer tijd om na te denken over mijn lichaam. En om ernaar te kijken en te denken, normaal gesproken ben ik zo druk met andere dingen. Dan denk ik er niet eens echt over na. Dat wilde ik eventjes vertellen zo aan het einde van deze vlog. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik heb dus nu ook mijn Gymshark pakje aan. En daar ben ik echt super blij mee. Maar nu heb ik dus vanavond iets gedaan, want ik wilde ook heel graag een andere kleur. En ik heb via AliExpress heb ik een dupe besteld. Dus het is eigenlijk gewoon namaak van deze. Alleen dan heb je het logootje niet. Omdat ik er gewoon heel benieuwd naar ben. En ik wilde niet een kleur kopen en dan €85 uitgeven voor een set. En dat ik het vervolgens misschien helemaal niet mooi vind. Ik ga het gewoon op AliExpress doen. Want volgens mij zijn die best wel prima. En dan kan ik het gewoon eens uitproberen. Ik heb nu een zeg maar hetzelfde setje als deze. Dus met ook lange mouwen in het grijs besteld. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar ja, dat duurt nog even voordat het binnenkomt. Ik ben in ieder geval helemaal obsessed met dit pakkie. Ik vind het zo lekker zitten. En als ik er een workout in doe, dan voel ik me zo goed. Ik weet niet. Weet je, goede sportkleding maakt je ook gewoon zelfverzekerder. Ja, dit is echt zo'n lang verhaal over sport. En ja, ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden om het van mij te horen. In ieder geval, ik ga nu naar bed. Het is alweer veel te laat namelijk. Ik ga nog even Harry Potter kijken, want ik ben lekker een marathon aan het houden deze dagen. Ik ben nu bij deel 6 geloof ik. Ik ga lekker kijken en dan ga ik lekker slapen. En je hoort in de andere kamer mijn broertje. Want mijn broertje die heeft een Twitch account en die is daar helemaal mee bezig. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog, want ik ga hem natuurlijk nu afsluiten, want het is zondagavond. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en abonneer op mij als je het nog niet hebt gedaan. Like deze video en dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!